9 augustus is ook de dag waarop de eerste Javaanse contractarbeiders voet aan wal hebben gezet en een voor hun toen onbekend land Suriname in het jaar 1890. Vandaag, 13 jaar geleden, de politieke partij Pachaluhur herdenkt en viert deze dag al jaren. De partij Pachaluhur is zich bewust van de historische waarde van deze dag. Door elk jaar deze dag te herdenken, draagt de Partij Aluhur bij aan het historisch besef en aan de overdracht van alles wat de Javaanse contractarbeiders hebben meegenomen uit hun vaderland Indonesië. Wat Partij Aluhur betreft, wij gedenken, staan stil bij de Javaanse contractarbeiders voor hun bloed, zweet en tranen, voor hun ondraaglijke pijn, marteling en lijden vernedering, voor het onrecht hun aangedaan. Wij vieren en herdenken en bedanken de Javaanse contractarbeiders voor hun overlevingsgedrang en opofferingsgezindheid, voor het behoud van hun culturele bagage, waarden en normen, de Gotong Royong, de Sambatan, de Unga Ungu, voor hun religieuze houvast, voor hun strijd en heldhaftigheid en hun bijdrage aan de natievorming van Suriname, voor hun participatie en emancipatie in de Surinaamse samenleving. Op deze fundamenten bouwen de nakomelingen Wong Jowo, Layerneng Suriname, zonder omzien naar Rockford. Ter toelichting van de fundamenten, dankzij de nalatenschap van de Javaanse contractarbeiders, kunnen wij in Suriname genieten van de prachtige klanken van de gamelan, de verschillende toneelgroeperingen, de verschillende toneelopvoeringen als de Andengandeng Lemot, de Lutro. Gelukkig is er nog wayang. Jarang Kepang is helemaal ingeburgerd in Suriname. Wij hebben verschillende huisvlijt, namelijk de Baskita, de Tampa, de Klosso, de Tingo, noem maar op. De Partij Aluhur is de partij van de sociale kracht. Deze filosofie voert uit de Unga Ungu, de hoge waarden en normen van de Javaanse samenleving. Van Komowene, zijn excellentie, van harte welkom hier heten, herdenking van de Javaanse immigratie. Het is vandaag precies 130 jaar geleden
dat de eerste immigranten uit Indonesië hier in Suriname kwamen, een zeer bijzondere dag voor de gemeenschap van het district Komowijnen. Bijzonder omdat plantage Marienburg een bijzondere plek is voor de Javaanse gemeenschap van het district Komowijnen. De Javaanse contractarbeiders werden, toen zij voet aan wal zetten, hier te Marienburg ondergebracht en onder de omstandigheden die niet rooskleurig waren. Deze waardige burgers hebben toen heel veel moeten trotseren, werken en wonen in een zeer erbarmelijke situatie. Ook bijzonder omdat deze gedenkdagen voor ons een speciale gelegenheid is om terug te blikken en een vergelijking te maken tussen de geschiedenis, het verleden en het heden. Heden ten dagen zien wij dat dankzij hun wij thans in een vertoeven in een mooi land waar wij een bestaan hebben opgebouwd. En ik geef u vandaag mee, wij moeten alles in het werk stellen om eigen gezamenlijke inspanningen mee te werken aan de mogelijkheden die ons worden geboden om de ontwikkeling van ons land tot grotere hoogte te brengen, totdat de toekomstige generatie het beter. Als blijk van waardering brengen wij ode onze Javaanse voorouders die, zoals ik het eerder zei, onder zeer moeilijke, erbarmelijke omstandigheden in ons land hebben gevestigd, gewerkt, met als gevolg dat mede dankzij hun inzet wij in een land vertoeven een mooi bestand hebben. Zij hebben zeker zonder enige twijfel de basis gelegd voor de vorming van een Surinaamse gemeenschap in Suriname. Nogmaals ode aan de voorouders. Ik vind het ook gepast om onze Javaanse broeder en zusters die ons voor zijn gegaan vandaag te memoreren. Mede door hun bijdrage zijn de gebruiken en de tradities van deze etnische groep gehandhaafd. Men zegt dat ik dan de nechter ben. Ja, ik ben nog steeds actief in de politiek, maar de heer de nechter zelf is de heer Willy Sumida, voorzitter van de KTPI. Hij heeft dan zijn hamer al overgedragen, maar van mij in elk geval voor 2025 ga ik het weer zien op het podium. Razen. Vandaag is niet alleen de dag van de Javaanse immigratie, maar ook de dag van de inheemse. Lijkt wel een toeval. Toeval. Vandaag, 9 augustus, internationaal erkend als de dag van de inheemse. En vandaag ook 9 augustus, de dag van de Javaanse immigratie. In Tahiba, Kujes Makandra, officieel alleen, Adroni Jupitana, Adroni Somohato. Jupitana weer niet krossi, in de woordherkenning, en ook niet. Dus, daar is dat. Wie naar Brala, en ik geloof niet in toevallen, en Drijfaiwani, weer dan Brala. Dames en heren, geachte aanwezigen. Ik wil jullie allen van harte welkom bij dit speciale event in verband met de herdenking van de Javaanse immigratie in Suriname. De eerste groep Javaanse contractarbeiders kwam op 9 augustus 1890 aan boord van de Prins Willem II aan in Suriname. Dit om de plantages te voorzien van voldoende arbeidskrachten na de afschaffing van de slavernij in 1863. De Japanse arbeiders waren met 94 man, hoofdzakelijk afkomstig uit Surakarta, tegenwoordig nu Solo, en waren bestemd voor de plantage Marienburg, eigendom van de Nederlandse handelmaatschappij. Voordat deze groeparbeiders werd toegelaten naar Suriname, werden er eerst proeven gedaan en in eerste instantie
leek het alsof deze proefarbeiders niet goed genoeg zouden zijn om te gaan behoren tot de groep contractarbeiders voor Suriname. Zo vond de directie van Marienburg de Javanen langzaam, traag van begrip en door overmatig opiumgebruik ongezond. Maar dames en heren, de rapporten van de Nederlandse handelsmaatschappij vermelden alleen positieve aspecten over de Japanse contractarbeiders en men wilde ze graag aan het werk houden. Dit is het begin geweest van het verblijf van Japanen in Suriname. Vandaag de dag herdenken we vol trots de bijdrage van deze groep contractarbeiders aan de geschiedenis en ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. Om precies te zijn, nu 130 jaar geleden, waarbij de eerste Japanen voet aan wal zetten op Surinaams bodem. De Japanse cultuur is een onlosmakelijk deel geworden van de Surinaamse. Samen met andere bevolkingsgroepen vormt de Javaanse gemeenschap hetgeen genoemd wordt als een kleine Verenigde Natie, zoals Suriname ook vaker wordt getypeerd. De strijd die de Javanen hebben gestreden voor een betere bestaan sluit aan op de periode toen duizenden uit Afrika werden gebracht naar dit land en uiteindelijk in 1863 vrij werden verklaard. Alhoewel de slavernij in 1863 voorbij was, deden de werkomstandigheden veelal aan de vervoerlijke periode denken. Een periode van uitbuiting en mensenrechten schendingen die zijn weergave niet kenden. Dames en heren, ik ben heel erg blij met onze Japanse broeders en zusters in Suriname. Immers, ook zij zijn deel van het geheel en zonder hen was een mooi en geliefd Suriname niet zijn wat het nu. En daarom feliciteer ik u allen met de herdenking van deze bijzondere dag. Niet alleen voor de Japanen, maar voor elke Surinamer. Ik feliciteer hierbij namens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Prasad Santokhi, de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de Japanse gemeenschap. Samen zullen we dit land naar een grotere hoogte brengen. Grand dank u.